voor mij mogen ze gewoon dicht blijven. En je kunt op zaterdag en de rest van de week boodschappen doen. En zondag denk ik van, je hebt ook buren als je het wel mist. En inderdaad, vakantiegangers, dat hoeft voor mij ook niet. Dan ga je maar op een andere dag aankomen. Dat je dan in ieder geval rekening mee houdt dat de winkels dicht zijn. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Huiskamp. Okay. En ik woon tegenover de supermarkt. Dus voor mij is het gelijk een belemmering als die winkels open gaan. Ja, dan komen alle auto's voor mijn neus weer. En dan dat vind ik niet nodig. Okay. Wat vindt u ervan als de koopzondagen komen in de gemeente Ede? Ik ben er principieel tegen, om meerdere dan één reden. Ik vind het jammer voor de zondagrust, positie gezien. Ik vind dat het een zondige rustdag is. Maar ook voor de mensen die daar een andere mening op nahouden. Vind ik toch dat de mensen genoeg vrije tijd hebben op andere dagen om hun boodschappen te doen. De consument gaat in mijn ogen niet meer kopen, dus de winkelier gaat niet meer verkopen. Ik ben zelf een ex-winkelier. Ik heb dat meegemaakt. Ik weet wat het is. Wat vindt u ervan als er koopzondagen komen? Ik vind dat een onderwerp dat heel duidelijk moet liggen bij de winkelier zelf. Laat dan de winkelier zelf maar bepalen of dat hij open gaat of niet. En de rest moet zich daar gewoon niet mee bemoeien. Dat is mijn mening. Waar komt u vandaan? Ik woon hier in Otterlo, al een jaartje of 20, maar oorspronkelijk komen we uit het westen. Okay. En gaat u zelf stemmen? Ik ga zeker stemmen. En ik ga stemmen voor de opening, want als ze dat in ieder geval kunnen doen als ze dat willen. Ja. Het hoeft niet van mij, maar als ze het zelf willen, moeten ze het gewoon kunnen doen. En zo simpel is het. Ja, mij maakt het niet uit of ze open of dicht zijn. Voor mezelf, ja, zeg ik laat ze maar dicht. Maar... Mevrouw, de koopzondag, moet die er wel of niet komen wat u betreft? Ja, natuurlijk. Waarom? Omdat het heerlijk is, het is niet meer van deze tijd dat iets dicht is. Ja. En zeker niet met al die toeristen hier. Op 10 juni kunt u gaan stemmen? Ja. Gaat u dat ook doen? Dat zal ik wel doen, ja. Meneer, komt u uit Otterlo? Ja, ik kom uit Otterlo. 10 juni mag er gestemd worden over de koopzondag. Ja. Ja, de vraag is, bent u voor of tegen? Ik ben wel voor, ik vind het prima. Mevrouw, nou, de koopzondag. Wat vindt u daar nou van? Van mij mag het, meneer. En 10 juni kunt u naar de stembus, gaat u dat ook doen dan? Nee, dat doe ik niet, want dan moet ik werken. Dus dan heb ik geen tijd voor. Ik heb er geen last van. Als mensen dat fijn vinden om te winkelen op zondag, dan zijn ze er vrij in, vind ik. Nou is er 10 juni dus dat referendum, een raadgevend referendum. Gaat u daarvoor dan ook naar de stembus? Dat ga ik nog even overwegen.